Hallo lieve allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Het Recept. We zijn vandaag op de Doemenseweg. Officieel is het zelfs in Dorst, maar hier aan de overkant is het wel rijden. Dus ik vond dat het wel gewoon kon. En dat komt omdat Harm Klaassen, die hier woont, die heeft mij een mailtje gestuurd. Heel gezellig, waarin hij uitlegde dat hij zich nogal heeft verdiept in de wereld van de pizza. En dan heeft hij zich niet zomaar een klein beetje verdiept in de pizza, vertelde hij. Maar hij heeft echt serieus gewoon, ik geloof in Napels, een week stage gelopen bij een meester pizzabakker. Nou, die pizza's wil ik wel heel graag van gaan proeven. Dus vandaar dat we nou hier zijn op de Doemenseweg in Dorst. Dus we gaan eens even kijken of hij thuis is. Ding dong, dong, ding. Volgens mij moet je altijd gewoon achterom, hè? Hallo! Hoi! Hoi! Hallo, Annelie! Harm! Ik was al de bel aan het zoeken ergens, hè? Ja, die hebben we niet. Maar jij hoorde mij gewoon. Ja, ik hoorde je al voor de deur staan. Ja. Kijk eens! Oh, dankjewel. Mooi, hè? Dankjewel. Heb ik voor je meegebracht. Omdat we mogen komen pizza kijken. Ja, ja, superleuk. Ja. Nou, helemaal verder. Goed. Ik kom verder. En is dit een... Dat is een oven, maar dat is niet de pizza oven waar we vanavond pizza's in gaan maken. Oh, oké. Okay. Nee, die staat buiten. Ik kan hem wel even laten zien. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ik laat even mijn tas hier, hè. En dan zullen we eens even gaan kijken. Waar moeten we naartoe? Oh, wauw. Dat is cool. Dat is echt mooi. Ja. Hij staat momenteel al aan. Oh ja, ik voel hem ook al, ja. Een paar uurtjes. Hij moet 2 uur vol verwarmen. Ja. Oh, wat goed. Ja. Hey, en is er nog een reden voor dat al de hout aan die kant ligt? Ja, klopt. Dan kan de vlam zeg maar, op via de koepel zeg maar, ja? De ingrediënten bovenop verwarmen. Oh, dat ja. Is het idee erachter. Hey, en hij brandt zo hard dat er ook vlammetjes hier in de schoorsteen gaan, zie ik. Ja, dat kan geen kwaad. En moet hij ook een tijdje van tevoren al aanstaan, want dan moet hij een bepaalde temperatuur krijgen? Ja, het duurt ongeveer 2 uur om op te warmen en hij staat nu op 450 graden. Oh ja, ik dat zie is het. Wel de ideale manier eigenlijk, of temperatuur voor een pizza. Oh, dan moet je hem gauw weer dicht doen dan. Ja. Dat kan ik wel. Ja, hij hoeft niet helemaal dicht, hè. Dan mag er wel eens lucht bij komen. Zo? Dat hoeft hij. Ja. Oh ja, zo dan. Ja, zo is het. Ja. Oh, nou supermooi. Ja. Sowieso super mooi trouwens, hè? Wat een gave plek heb je. Ja, we zijn er heel blij mee. Nou, ik heb honger. Ja, ik ook. Ja, we gaan beginnen. Nou, jij hebt alvast wel voorbereidend werk gedaan, hè? Begreep ik. Ja, het een en ander. We gaan beginnen met het belangrijkste, en dat is eigenlijk de pizza deeg. Ja. En ik denk dat je daar wel mee kunt helpen. Nou, dat wil ik wel. Dat vind ik leuk. De pizza deeg bestaat eigenlijk uit een aantal ingrediënten. Dat is water, gist, zout en bloem. Ja? We beginnen eigenlijk eerst met water af te meten. Een halve liter hebben we daarvoor nodig. Zal ik hem even? Ja. En een half litertje water, voor hoeveel mensen heb je dan pizza? Dan heb je 6 pizza's. Oh, oké. Okay. Ja. En moet deze rode bak al op de weegschaal? Nee, die hoeft niet op de weegschaal. Oh. Dan kan dit gewoon erin. Ja. Dan moeten we het volgende wat je er eigenlijk bij doet, is het zout. Ik heb daar staan. Ja, deze? Nee, dat is suiker. Dat is zout? Ja, dat is zout. Oh, hij ziet er een beetje grof uit. Ja, klopt. Het is hoeveel had u erbij gewild? 25 gram, dus dat kunnen we even afwegen. Maar dan moeten we wel echt wegen. Ja. Komt het heel nauw? Het komt heel nauw, ja. De pizza's die ik maak zijn eigenlijk op Napolitaans recept. En een van de belangrijkste dingen van een Napolitaanse pizza is eigenlijk gewoon de richtlijnen. Waarvoor het... Waar langs je het maakt. Ja. Dus het komt echt. Het is allemaal wel grammenwerk. Oh, 26. Nou, oké, okay. Vooruit. 27? Ja. Dat is gek. 26. Oh, dus er is ook wel echt. Ja, precies 25. Helemaal goed. Dus er ging nog best wel veel uit. Ja. Dus 1 grammetje zout is eigenlijk best wel veel. Dat is best veel, hè? Dan snap ik het, dat je een beetje secuur moet zijn. Ja. Want anders dan moet je de volgende dag nog drinken naar die pizza. Nog meer, ja. Mag het in het water? Ja, dat mag in het water. Oké. Okay. En wat je dan doet is met één hand
kan je het zout ronddraaien, zodat het oplost in het water. Oké. Want de reden daarvan is dat je dadelijk, doen we de gist bij. Ik zal het een beetje in het licht zetten, hè? Dan kunnen de mensen ook zien hoe dat ik hier vakkundig met één hand in het zout rond ga draaien. Moet het nou oplossen? Ja, dat lost dan op. Ik dacht dat er alleen maar in warm water op zou lossen, ja. Nee, in koud water eigenlijk toch. Ja, daar gaat hij al. Even een keer de andere kant op. Heen en weer. Ik hoop niet dat jullie er het plas van krijgen van dit geluid. Ik zelf wel. Ah ja, daar ging ik niks hoor. Ja, hij is weg. Is helemaal weg. Dan mag het gist erbij. Dat heb ik al even van tevoren afgewogen. Gist? Ja, gist. Dat is dan gist? Dat is gist. Dat is verse gist. Oh ja, ik wou zeggen, ik dacht dat gist ook een poedertje was. Ja, klopt. Dat heb je ook. Maar dit is verse gist. En wat je dan doet, is eigenlijk, je legt het op je hand. Ja. En dan maak je met je vingers een beweging dat je het vermaalt, zeg maar, in het water. Oh ja. Dat het oplost. Het ruikt ook heel sterk, verse gist. Ja. En wat is gist eigenlijk dan? Gist is eigenlijk een bacterie, zeg maar, dat er zorgt ervoor dat dadelijk in het deeg het glutennetwerk zich gaat ontwikkelen. Oeh. Dat zorgt voor het rijzen van het deeg. Ja. Oké, ik leg het op mijn hand. Ja. En ik ga het in het water vermalen. Ja, ik ben met zo'n beweging, zeg maar, ga je het gewoon oplossen ook in het water. Oh ja. Oh, lekker hoor dit. Dat zou jullie zelf ook al willen doen, hè? Het is een soort van lekkere damp. Heerlijk. Ik hou ervan. Oh, er zitten allemaal nog pukkeltjes in. Dat moet vast niet, hè? Nee, dat moet helemaal oplossen. Oh jee, dan moet ik eventjes mezelf concentreren, mensen. Verse gist. Nou, het begint al ergens op te lijken, maar ik zie nog steeds wel blokjes. Je zei net, als je een grote hoeveelheid moet maken, dan gebruik je de machine. Ja, klopt, want dan kan ik meteen 24 pizza's tegelijk. Maar wanneer heb je in hemelsnaam 24 pizza's nodig? Als we kasten hebben. Oh ja. Of als ik ergens, net laatst heb ik een keer op de camping staan voor het eerst. Voor 50 gasten, dus. Als in dat ze een soort van in konden huren? Ja. Ja. En hoe nemen die oven dan mee? Nee, ze hadden zelf een oven staan. Oh, ja. Dus ze hebben jou gewoon als pizzabakker ingehuurd. Ja, klopt. Ja. Wel leuk. Ja. Dat was de eerste keer voor een grote groep. En was het allemaal goed gelukt? Ja, ging vlot. Cool. Ja. Want hoe lang moet zo'n pizza in de oven dan? In de oven ongeveer een minuut. Een minuut maar? Ja. Want ik dacht, anders duurt het wel heel lang voordat 40 mensen een pizza hebben. Ja, maar dat is eigenlijk zo goed dan. Ja. Binnen een uur kan iedereen een pizza hebben. Ja, als ik dan zo snel de bodems kan maken, dan kan dat. Want die kun je niet al vast maken. Nee, die moet je echt ter plekke maken. Ga jij die bodem daar ook extra goed in doen? Nou, ik kan een poging wagen, maar... Oh, dat vind ik heel cool. Hey, kijk eens een bakje, waar ben je ervan? Ja, dat is helemaal goed. Ja? Dan ga ik er van lieverlee wat bloem erin scheppen. Ja. Of je moet helemaal dat ik het ga doen. Is daar, misschien is het verstandiger als jij het doet. Ja, dan ga ik het doen, dat is goed. Lijkt me wel dat het zeker lukt, hè? Anders hebben we daar een soort klontendeeg. Ja, dat is ook niet lekker. Nee, dat is zonde. Want het is natuurlijk allemaal leuk en aardig dit, maar ik wil het ook nog opeten, hè? Ja. Wat je doet is eigenlijk gewoon een draaiende beweging. Ja. En daar komt ook nog gewoon nauw. Ja. En hoe heb jij dit geleerd, Harm? Weet jij zulke knappe dingen allemaal? Ik heb sowieso wat boeken aangeschaft. Ja. Ik heb wat doorgenomen. En ik heb uiteindelijk heb mij verdiept om een cursus te volgen. Pizza maken. Ja. En dat wilde ik eerst in Nederland gaan doen. Er waren niet heel veel gelegenheden voor. En ik zat op een avond het boek nog een keer door te lezen. En toen dacht ik, hey, waarom zou ik die man die het boek heeft geschreven niet benaderen? En van het een kwam het ander. En toen ben ik een training gaan doen vorig jaar in de herfst in Napels.
En daar was een Italiaan die dat boek had geschreven. Ja, dat is een van de betere pizzabakkers van Italië eigenlijk. Oh. Die heeft al meerdere boeken uitgebracht en die geeft ook gewoon een trainingen. Ja. Oh, dus, en hoe was dat dan? Heel leuk, heel intensief. Ja? Een week lang? Ja, een week lang. Een week lang. Elke ochtend was het begonnen om 10 uur. En dat begonnen eigenlijk gewoon met deeg maken. Dat is gewoon eigenlijk de basis van de pizza, zeg maar. Dat moet gewoon goed zijn. Ja. En daar waren we dan tot 1 uur of 12 mee bezig. En daarna kregen we andere tips over het maken van de pizzabodem. En dat besloeg eigenlijk ook gewoon het meeste van de tijd. Kijk, de ingrediënten erop doen, dat kan iedereen. Ja, precies. Maar het maken van de bodem en het deeg, dat is toch wel een verhaal apart. Kijk, dat ziet er al mooi uit, hè? Ja. Leg het even neer. Ja. Dan gaan we nog één keer bewerken. Hé, hey, en een week bij de meester pizzabakker in Napels, is dat niet hartstikke duur? Nee, dat viel eigenlijk wel reuze mee. Oh, wat goed. Dus dat kost je niet je complete jaarsalaris? Nee, absoluut niet. Nee. Dat is goed zeg. Dus ze willen het eigenlijk ook wel aan iemand leren dan? Ja, het is een Italiaan. Het is natuurlijk een heel trots volkje, sowieso. Ja. Dus met passie geven ze die trainingen. Ik was samen met twee Amerikaanse jongens. Die ook gewoon een passie voor pizza hadden. Maar die ook graag de training wilden volgen. Ja. Hey, en waarom ben je dit deeg nou zo in elkaar aan het meppen? Om eigenlijk ook meer lucht erin te krijgen. Oh, ja. Zodat de gluten nog steeds dat netwerk gewoon uitbreidt. En dat het deeg wat elastisch wordt. Dan leg je het hier neer. Van een natte doek eromheen. Waarom moet die nat zijn? Dat het niet uitdroogt. Dat er geen hard korstje zeg maar. Oh ja. Ik ben een nieuwsgierig mens. Hè, ja. Dat houdt niet op, hè. Dat blijft de hele avond zo doorgaan. Tot je oren tuteren gewoon. Ja. Vraag vooral. Kijk. En dan moet het een half uur rusten. Ja. En na dat half uur dan maak je er pizzabolletjes van. Oké. Ja. Maar jij hebt al hartstikke goed voorbereid werk gedaan, dus het heeft al een half uur gerust. Ja, in één keer. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Ja. Dat heeft nu 10 uur gerezen inmiddels. 10 uur? Ja. Het ruikt ook heel sterk. Het ruikt lekker, vind ik. Ja. Wel een beetje zurig, hè? Ja, klopt. Dat is eigenlijk het gisting. Hè? Maar het is nu ook aan het rijpen, zeg maar. Oh, ja. Dus, nou. Saus? Ja, saus. Saus is... Oh, zou die bloemen misschien al eventjes... Ergens anders neerzetten. Kunnen ze hier in, toevallig? Ja hoor. Mag dat? Voor mij wel. Zal ik er een klein beetje water in doen? Want ik denk dat jouw vrouw, Liedeke, die ken ik, want die komt bij mij in de pedicuresalon... Het wel fijn vindt als ze het nog doen als ze thuis komt. De saus is eigenlijk heel eenvoudig. Ja. Je kunt van alles erin doen. Maar eigenlijk is het gewoon het belangrijkste om gewoon een goede tomaat te hebben. Een pomodori. Een San Marzano. Oh. San Marzano, dat is eigenlijk een langwerpige tomaat. Die ook gewoon heel zoet is. Nederlandse tomaten die zijn heel waterig, zeg maar. En dit is gewoon een hele zoete, volle tomaat. En waar kun je die kopen? Ik bestel ze via internet, ja. Oké, je kunt ze dus hier niet gewoon bij Albert Heijn halen? Ja, Albert Heijn heeft sinds kort eentje in het assortiment. Maar... En dat blikje ziet er dan niet zo uit? Nee, dat is een ander blikje weer. En, maar dan staat wel hetzelfde op dan? Pomodori, nog wat? Ja, daar staat dan, daar staat er wel op volgens mij. Er staat ook San Marzano op. Pomodori San Marzano, daar moeten we even op letten, anders heb je daar een verkeerde tomaat. Dan heb je waterige pizza, dat is wel ellendig, dan wordt slap op. Ja, dat wordt niks. Oké. Dat zal ik. Wat ik eigenlijk doe is meestal even de dingen afgieten. Oh, dus daar hebben we niet nodig. Nee, dat is te dun. En we gaan 4 pizza's bakken. Ja, dat is goed. Want we hebben deeg voor 4 pizza's gemaakt, toch? 6 pizza's. Over 6 pizza's. Ja. En wat je nu hierin gaat gooien is ook voor 6 pizza's? Ja, dan? Dat is ook voor 6 pizza's. 2 blikken, daar kun je eigenlijk 6 pizza's van doen. Oké. Ja. Dat uit laten lekken. Ik krijg ideeën bij dat, dat je daar ook iets mee kan doen, iets lekkers van kan maken, als je dat niet zo in de spoelbak doet, hè? Ja, dat klopt. Want dat is eigenlijk gewoon tomatensaus. Ja, dat is gewoon tomatensaus. Kijk.
En wat we dan doen is gewoon eigenlijk de tomaten. Het is allemaal met de hand, hè? Ja. De Italianen vinden het leuk om overal in te gaan zitten knijpen. Ja, ik denk het wel, ja. Het werkt ook rustgevend. Hè? Wist je dat dat zo zou zijn? Had je daar al een idee van, zeg maar? Nee, ik had geen idee hoe die training zou zijn. Want met de hand en zo, dat heb je daar geleerd? Ja, ja. Hier gebruikte ik nu wel eens het keukenmachine. Maar eigenlijk, de hand is gewoon de manier om het eigenlijk te doen. Ja, precies. Ja. En als je het dan toch kan, dan kan je het net zo goed doen zoals het hoort. Ja, ja. Nog een beetje zout erbij? Ja, zou je hem even open willen draaien? Ja, jij bent vies, hè? Ja. Wil je een snufje of een... Doe maar een snufje. Meer hoeft er niet in. Zoiets? Ja, is prima. Ja. Een snufje, zijn jullie het? Een snufje. En dit is echt geen gewone keukenzout. Het is veel grover. Ja, dus komt ook uit Italië. Fleur de Sal. En... Fleur de Sal, dat is Frans, hè? Ja, maar zo heet het wel, volgens mij. Dat stond erop, of hoe heet het? Fleur de Sal. Ja, ja. Nou, dan is de saus is klaar. Echt waar? Dit is het eigenlijk het enige. Ja. Oh, ja. Wat je op de bodem dadelijk gaat smeren. Ja. Oh, dat is lekker simpel. Eigenlijk is een goede tomaat gewoon voldoende om smaak te brengen aan een pizza. Ja, precies. In plaats van alles erin. Ik moet altijd alles proeven, hè? Ja, ik heb natuurlijk ook zo'n ontzettende honger dat ik nou poep eet, maar dit is echt heel erg lekker. Ja. De volgende stap is dat we wel even wat dingetjes moeten gaan snijden. Ja. En dan even wat champignonnetjes, een courgette en aubergine, een kleine blokjes. Ja. Zullen we dat samen doen? Of? Ja, lijkt me leuk. Ja. Zal ik me eens even met de champignons bemoeien? Dat is goed. Wil je daar schijfjes van? Ja, dat is stukken goed. Of wat moet erop? Ja, kleine blokjes. Blokjes? Blokjes. Oké. Okay. Ja. Wordt dit wat? Ja, helemaal goed. Prima. Echt? Ja. Oké. Okay. Kleine blokjes. Lust je trouwens wat te drinken? Ja, dat lust ik. Heb je iets gezelligs in huis? Ik heb wel wat gezelligs. Een wijn? Ja, dat lijkt me gezellig. Maar de meeste ingrediënten die op een pizza gaan, gaan eigenlijk ook niet mee de oven in. Oh, hoe? Huh? Ja, dat is heel gek. Als je bij de Albert Heijn een pizza koopt, dan zit er van alles op. Ook bijvoorbeeld een ham. Ja. Maar het is veel lekkerder om een ham later op te leggen als hij direct uit de oven komt. Want dan heeft de ham zijn smaak nog. Ik heb hier mozzarella. Ja, echte buffelmozzarella, niet die van 39 cent natuurlijk. Nee, buffelmozzarella. Ja. Uit Italië? Ja, vast. Van de Albert Heijn. Ja, gewoon uit de supermarkt dus. Ja. Die mag ook in stukjes. Ja, die zou ik wel. Wil je dit in een bakje of kan dit hier gewoon op het hoekje blijven liggen? Doe maar in een bakje alsjeblieft. Hier ligt nog een stukje deeg. Een van de pizza's die we gaan maken, dat is eigenlijk de standaard margherita. Ja. En de standaard margherita die is, zit onder andere zit daar buffelmozzarella op. Oké. Wat lekker. Ik wist eerlijk gezegd niet zo heel goed het verschil tussen een gewone mozzarella en een buffelmozzarella. Mm-hmm. Dus ik nam altijd gewoon de goedkoopste. Ja. Maar toen had ik een keer aan iemand gevraagd of die voor mij een mozzarella mee wilde nemen. En aangezien die er wel verstand van had, had die gewoon een echte meegenomen. En ik was echt stom verbaasd over het verschil. Want de gewone, die mozzarella die niks kost, die heeft ook geen smaak. Nee, dat is ook een... Dat is echt heel veel, ja. Ja, ja. En een buffel Ja, dus de structuur is wel ongeveer hetzelfde, maar het is echt wel heel iets anders, ja. Ja, dat is een van de dingen die we ook in Italië hebben gedaan. Een beetje productkennis opgedaan. En ook gewoon proeven naast elkaar, hè. Gewoon normale... Mozzarella, hè? Fiori de latte. Of de buffel, ja, dan is de keuze makkelijk. Zou jij willen kaas raspen? Ja. Met deze? Ja. Hebben we de hele kaas nodig, Harm? Nee. Dat op zich valt het een derde of zo van de kaas voldoende. Oké. Okay. Ja. Dan moet ik nog even doorraspen. Dit is al wel een bakje vol. Nog een beetje bij? Oh nee, dat is voldoende, dankjewel. Ja. Je wil nog iets gesneden hebben? Ja, nog een paar dingetjes en dan zijn we klaar met snijden. Eet je nou vaak pizza? Denk nu in de zomer zo één keer per week proberen we het wel te doen. En dan lekker buiten. Ja, altijd buiten.
Ik sta op een heel leuke camping, hè? En daar hebben we ook houtovens voor pizza's. En ik ben altijd verbaasd over dat die pizza's, die zijn heel dun. Ja. Is ja. dat bij die van jou ook? Ja, mijn zijn ook heel dun. Althans, je hebt eigenlijk twee type pizza's. Dat zijn Napolitaanse en Romeinse. Oh. En de Romeinse pizza's, die zijn eigenlijk heel dun. Ja. Ook langs de randen. Want ja. die worden ook vaak met een deegroller gemaakt. Ja. En de Napolitaanse, dan is sowieso is een... Een deegroller taboe in een keuken. Alles met de hand, hè? Alles met de hand, dus ook de bodem. Ja. Dus dat zorgt er ook voor dat er aan de randen ja, hoge korsten komen te zitten. Oké. Ja. En dit prutje gaan we wel even aanbakken. Die gaan we wel even aanbakken, dan wordt het ook wat zachter, zeg maar. Want dan dadelijk in de oven dan zit hij er te kort in om het dit lekker zacht te krijgen. Oh ja, ja, dat klopt. Ja. Courgette hoeft ook niet zo heel lang, maar een minuut is wel heel kort, hè? Ja, een minuut is wel te kort. Oké. En hier hoeven verder geen kruiden of zo meer op. Nee. Het is eigenlijk allemaal heel basic, hè? Ja, heel basis. Ik ben heel benieuwd hoe het straks gaat smaken. En er zijn er nou ook nog echte not dans voor een pizza. Want ik vind bijvoorbeeld ananas vreselijk lekker. Ja, mag dat? Nee. Of een ananas niet. Nee. Nee? Waarom niet? Ja, dat hoort gewoon niet als een ingrediënt op een pizza. Nee. Dat is bedacht door een Amerikaan. Ja. En, Dus die Italianen nemen dat niet over. Nee, hartstikke ordinair, ananas op je pizza. Ja, dat, Zijn dit eigenlijk dan de enige ingrediënten? Nee, je kunt eigenlijk heel veel variëren. Je kunt vis kun je gebruiken onder andere. Verschillende soorten hammen kun je gebruiken. Je kunt ook een pizza maken met alleen ui. Ui en een paar verschillende kazen. Oké. Ik heb wat boeken staan en die staan helemaal vol met... van alles wat. Dus het is niet zo dat er bijna niks op mag. Nee, nee. Maar ananas absoluut niet. Nee, ananas is een van die dingen die je niet op een pizza doet. Ja. En dan zou we in principe al een pizza kunnen gaan maken, denk ik. Even denken, heb ik dan alles? Mieke is wel eens ooit de erwtjes vergeten. Dus we moeten even goed opletten dat we niks vergeten. Dan ga ik even nadenken. Hé, Mieke, jij was de erwtjes vergeten, hè? Dat gaf niks. De artisjokken. Hey! Ja. Wat zijn dat eigenlijk? Is het een groente? Ja, dat is een goeie. Volgens mij. Het is een groente, ja. Is het een soort asperge? Geen idee. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe het groeit of... Wat het is? Ja. Een artisjok. Ja, het is wel een groente. Ja. En dan is hij in dit geval een soort van ingelegd of zo. Ja. Ik denk dat we het dan... Yes? Zullen we wel hebben? Zal ik de wijntjes meenemen? Of ja, heb jij helemaal geen tijd voor een wijntje als je daar staat? Jawel, jawel. Tuurlijk wel. Oké. Okay. Maak ik tijd voor. Dan verhuizen wij richting de pizza oven. Nou, hij ziet er al lekker warm uit, hè? Ja, hij is goed op temperatuur. Dus ja. We kunnen de pizza gaan maken. Hey, en je hebt nou ook alles een beetje netjes zo aan de kant geschoven, zie ik. Ja, klopt. Zodat het de vlam, zeg maar, in de koepel over de pizza heen gaat. Waarmee heb je dat gedaan? Dat doe ik hier met wat gereedschap. Ik moet ook nog de vloer eventjes poetsen. De vloer van de pizza poetsen? Ja, de vloer van de pizza daarover, zodat je geen as op je pizza hebt. Dat is allemaal, kan er allemaal tegen, dat is allemaal voor gemaakt. Wat goed zeg. En dan kunnen we beginnen met de pizza. Eerst wat bloem op tafel. Ja. Is dit ook 0.0 bloem? Ja, ja, ja. Dezelfde gewoon? Het is gewoon dezelfde bloem. Daar leg ik dadelijk eigenlijk de pizzabol op. Zodat hij niet aan het werkblad gaat plakken. Oké. Ja, wat we nu gaan doen is eigenlijk de pizza vormen. Ja. Eén hand, dan ga je maar een deeg. Dat moet van de Napolitanen met één hand. Ja. Twee is echt loser. Ja. Is dat omdat ze met die andere hand druk zijn met iets anders? Of Nee, dat is gewoon dat je met één hand gewoon druk kan zetten. En wat we nu doen is eigenlijk, we halen de bloemen wat vanaf. Ja. En leggen we hem dan hier neer. Ja. En dan gaan we wel met twee handen. Oké. Okay. Om hem nog groter te maken eigenlijk. En dit is niks Napolitaans hoor, lieve mensen. Hij heeft gewoon zijn vingers gesneden aan glas. Inderdaad. Dus niet dat al die pizzabakkers met één vinger in de lucht werken. Nee. Eén vinger in de lucht. Wat we dan gaan doen is, ik ga hem eigenlijk rekken. Oh ja, nou. Oh, kijk nou. Ja. Nou gaan al serieus leuke dingen gebeuren,
Dan wordt het groter. Hij gaat hem een beetje opflappen. Ja, opflappen. Wat wij dan doen is... Oh, ik ben toch zo benieuwd, jongens. Dit mag gewoon zo. Dit mag gewoon zo. Vind ik heel ordinair met zo'n gewone lepel. Ja? Ja, dan snap ik niet dat dat mag van de Napolitanen. Is het liever met je hand gedaan? Nou nee, dat nou ook weer niet. Het volgende ingrediënt wat we op gaan doen is... Mozzarella. Buffel mozzarella. Let wel. Parmezaanse kaas overheen. Oh, ik zie al wel dat ik het altijd allemaal helemaal verkeerd doe, want ik doe alles en dan pas de kaas. Oké. Dan moet het dus precies andersom. Ja, meestal wel. Basilicum doen we erbij. Wel verse. Verse basilicum natuurlijk. Oh, dit wordt zo lekker! Een paar blaadjes. Als laatste doen we gewoon wat olijfolie eroverheen voor het bakken. En dan kan hij erover. Is dit de margarita? Dit is de margarita. Nou... Meer is het niet. Nee. Er is geen jong belegen kaas erop. Gewoon... Nou zeg, ik ben echt stom verbaasd. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat smaken. Zou je even willen helpen? Ja. Aan deze kant voor komen staan? Een pizzabak is eigenlijk ook iets voor twee personen. Als je hem hier even vast wil houden. Ja, dat wil ik. Dan kan ik hem zo eigenlijk pakken. Oh ja. En dan draai je hem gewoon zo op. Oh. En dan mag hij er ook in. Ja. Kijk, je ziet hem nu al ook ja, bollen. Ja, dat gaat echt super snel. Ja. Hij moet nu ook naar voren en gedraaid worden. Fantastisch. Dat vloed is natuurlijk ook bloedheet. Ja, die is heel heet. Heb je al wel een keer gruwelijk verbrand? Nee, nog niet. Oh, goed zeg. Want daar moet je wel echt voorzichtig mee doen. Ik snap wel met die lange stok. Waarom deze, zeg maar, hè? Je blijft er een beetje mee bewegen. Ja, een beetje meedraaien, dat het niet te lang aan de vuurkant zit. Ja, dan is het klaar. Zou je daar houten paneel willen neerleggen op de tafel? Ja. Kijk de range. Prachtig. Dat was hem al. Die moet wel even afkoelen nog, of niet? Ja, je eet het liefst heel lekker warm. Doe je het heet? Ja. Oké, nou dan snij je maar in stukken. Het ruikt echt lekker. Ga jij eens even uit beeld met je generaal. En Mirjam wil ook graag een stukje. Probeer hem dadelijk maar. Ja, ik durf nog niet. Hij ziet er nog zo heet uit. Ja, het valt wel mee hoor. Als je hem, echt waar? Misschien dat de mozzarella nog een beetje, maar... Oké. Met de hand mag gewoon. Met de hand. Eigenlijk is het ook een soort straateten, pizza. En... wordt het ook dubbel gevouwen gegeten. Oh! Dus je mag hem ook gewoon dubbel vouwen. Ja, dat is wel heel handig. Ja. Oh, serieus! Die korst! Dat is nou lekker! Dat is echt wel een heel ander korstje als ik gewend ben. Ja, toch? Ja, man. Ja, ja. We gaan nu een calzone maken met ook gewoon tomatensaus erin. Ja, die is dubbel, hè? Dit is een dubbele pizza. Dan leggen we wat ham op. Oh, gewoon dat gekookt is ook ham. Fijn. Ja. Oh, best wel veel ham ja, zelfs. Ja, dat mag best wel aanwezig zijn. Dan doen we de artisjokjes erbij. Oh, ik vind het toch zo sneu voor jullie dat jullie dit niet kunnen proeven, jongens. Oh, de champignons. Die gingen niet mee in de oven. Oh, dan moet bij een calzone wel natuurlijk, want hij gaat dicht. Ja, hij gaat dicht en doordat hij dicht is, fungeert hij als een eigen oventje weer. Oh ja. Wat een klein beetje parmezaan erbij. Ja, dichtvouwen. Hier hoeft niet de mozzarella op dan? Hier hoeft niet de mozzarella op, nee. Okay. Heb je deze al eens een keer eerder gemaakt? Nee, dit is de eerste keer. Oh, spannend. Ja, ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Zou... Nou, een beetje schuiven, hè? Ja. Dit is ook een beetje een gevoelskwestie, zie ik wel. Ja, ja, klopt. Want daar kan die onderkant niet helemaal zien. Dus je kijkt een beetje naar die bolling van dat korstje. Ja, je ziet hem nu opkomen, wat bruiner worden. Hier aan de zijkant ook. Dus dan, op een gegeven moment kan hij wel zijn plek af. Kijk hoe cool.
Nou, is hij alweer klaar? Hij is klaar. Snot voor Pietje, zo ben je te snel. Oh, de plank moet klaargelegd worden. Klaar. Sorry. Ik was nu onder de indruk van de vlammen. Oké, nou gaan we nog ter afsluiting een toetje bakken. Ja, klopt. Ja. Een pizza met Nutella. Moet het ook Nutella zijn? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk natuurlijk wel. Al. Ja. Dat wist ik ook heus wel. Nou, komen we de rugkrabber eroverheen. Oh, echt? Ja. Oh, leuk. Waar heb ik die gelaten? Hier. Waar was dat ook alweer voor? Dat hij in de oven niet gaat bollen, anders wordt het echt een want broodje. Want zijn er nou echte gaten geworden dan? Ja, het zijn gaatjes die net niet doorheen gaan. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, super. Oh, je mag assisteren. Ik kom er assistent. Ja. Kom er al aan. Heb ik hem goed? Zo moet hij. Ja, inderdaad. Dank je wel. Snel! Dan is hij gebold. Ja, is dat goed? Ja, dat mag gewoon. Kunnen we gewoon nog een keer perforeren. Dan leggen we hem wel even terug en dan is hij klaar. Dan zal ik eens een plank klaarleggen. En nu? Maar dan nu? Nutella. De piste de résistance. Dat is natuurlijk eigenlijk niet. Is de Nutella pizza eigenlijk voor kindjes? Ja, het wordt vaak gewoon gegeten als dessert. En ja, precies. Kinderen zijn er verzot op, maar volgens mij meeste vrouwen ook. Ja, maar behalve die net als ik helemaal niet van chocolade houden. Niet van melkchocolade, witte chocolade, puur chocolade. Ik heb het nog wel eens een keer geprobeerd om het mezelf af te leren chocolade eten. Toen ging ik chocolade eten van boven de 85%. Oké, ja. Dat is wel chocolade natuurlijk. Maar dat is zo puur, dat als je daar één hapje van op hebt, dan ben je gelijk bevredigd, zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat werkt wel goed, maar dan ga je stiekem langzaamaan verval je weer toch terug in de melkchocolade. Nee. Oké, nou mag ik eraan beginnen? Ja, tuurlijk. Ik maak het graag voor de kinderen en gasten, maar... Je begint er zelf niet aan. Nou, best toch een goede toet, hoor. Nou, jongens... Ik heb echt, ik zweer het, niet helemaal alleen opgegeten. Had er niet meer bij gekund. Maar ook de pizza Nutella was super lekker. Harm, ik heb genoten. Fijn. Echt, ik vond het gezellig en ik vond het heel erg lekker. Ik heb nog een kleinigheidje voor jou. Wacht even. Ik heb altijd een grote tas bij. En daar zit in. Kijk eens. Even alles aan de kant. Dit is de Hallo Gils Rijen pollepel. Hier in dit envelopje zit jouw salaris van vanavond. Oké, okay, yes. Ik stel voor dat als je workshop gaat doen, dat je iets meer vraagt dan dit. Maar dan mag ik jou bij deze officieel slaan in de orde van de ridder van Hallo Gils Rijen. Kijk eens. Hey, dankjewel. Zoek er maar een mooi plekje voor. Ja. En nogmaals heel hartelijk bedankt. Ik ga je kussen. De beste pizzabakker van Nederland. Leuk, heel goed. Leuk dat je er was. Ja, het was wel gezellig, hè? Heb je lekker gegeten? Ik heb heel erg lekker gegeten. Ja, ik eet niet meer van die prutpizza's. Ik eet alleen nog maar pizza op uitnodiging van jou. Ah, fijn. Lijkt me goed, hè? Oké, nou lieve mensen, dan gaan wij er een eind aan breien. Ik hang mijn tasje weer om. De volgende aflevering komt ook nog. En als het goed is, daarna nog eentje. Dus jullie kunnen voorlopig weer lekker kijken. Ene week geen recept, de andere week wel een recept. We hebben geen mensen meer nodig die zich aanmelden. Want we hebben inmiddels hele leuke gasten al op de rol staan. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En tot het volgende recept. Doeg! Dag Harm! Doei! Doei! Doei.